De beste polstokspringers in de wereld die springen over 6 meter. En het is ongeveer 3 verdiepingen hoog. En het wereldrecord staat op 6,22 meter. Dat is echt bizar hoog. Maar kun je nou ook met een langere polstok, kun je dan ook hoger springen? Nou, heel misschien als Erling Haaland keihard gaat trainen op de polstok. Ja, heel misschien zouden we dan een nieuwe wereldrecordhouder kunnen krijgen. Maar ik laat zien hoe dat zou kunnen. Duplantis! Ja hoor! Nou! Hij heeft een goede stok te pakken. Wie het laatst lag, heet Duplantis. Op Haaland kom ik straks terug. Maar eerst het volgende. Want wat maakt het nou allemaal zo complex het polstok hoog springen? Het ziet er vaak heel gemakkelijk uit. Hè? We komen aanrennen, we steken de stok in de bak en we gaan vervolgens vliegen. Maar het is behoorlijk complex. Ten eerste komt een atleet met bijna wel 30 km per uur aanrennen. Veel sneller, deze jonge Amerikaan. Dat betekent dus dat hij een stok in zijn hand heeft, hè? Dit niveau, dus dat is al heel erg vervelend. Vervolgens moet je ook nog eens een keer timen wanneer je hem insteekt. En dan komt het complexe. En dat is dat je uiteindelijk heel veel energie in die stok moet steken. Want je wilt natuurlijk naar boven. 5,55. Nee. Kijk hoe gevaarlijk dit is, dit onderdeel. En zoals je nu al ziet en merkt, is dat ik eigenlijk terug word geduwd. Dus wat wil je? Je wil zoveel mogelijk energie in die stok stoppen om uiteindelijk een katapultbeweging te krijgen naar boven te gaan. Ik ga hem uitleggen aan de hand van een elastiek. Dit is een licht elastiekje. Buigt makkelijk en daar kun je makkelijk mee springen. Maar hij komt niet zo ver. Dit is een zware elastiek, een stijvere elastiek eigenlijk, dus een zwaardere stok. Dat betekent dat ik meer energie in moet stoppen, maar daardoor kan ik ook hoger springen. Oftewel, het elastiek kan ik verder mee schieten. Dus het zit hem niet eens zozeer in de lengte van de stok, als je tenminste hoger wil springen. Het zit hem met name ook in de stijfheid van de stok. Wil je richting de 6 meter en boven de 6 meter springen, dan ga je het niet meer redden met een lichtere stok, omdat hij anders knapt of hij is te kort. Nou, dan moet je nog wel heel veel lengte of heel veel meters moet je nog de lucht in overbruggen. Ik kan niet meer mis. Kijk eens nog wat een ruimte die heeft, zeg. Het zweefmoment. En daar heb ik een broodtrommeltje even mee voor genomen. En ik heb een hele kleine Armand Duplantis meegenomen. Dat is de wereldrecordhouder. Duplantis die komt aangelopen. Hij steekt hem in. En ik heb net verteld, met een kortere stok, hè, die buigt makkelijker. Maar dat betekent, zoals je ziet, dat je dan ook een langer zweefmoment hebt om over bijvoorbeeld 6 meter heen te springen. Dat betekent een langere zweeffase. Ja, je hebt geen controle en dat maakt het iets onveiliger. Ik heb ook een kleine Menno Floon meegenomen. Menno Floon uit Zaandam. Uitstekend een finale plaats. Menno heeft een iets langere stok, een iets zwaardere stok. En met een langere stok betekent dus dat je ook minder afstand hoeft te overbruggen richting die 6 meter. Dus je kan wel stellen, hoe langer je stok en hoe stijver de stok, des te hoger je kunt springen. Ja, in de stijfheid van een stok, op een gegeven moment zit daar natuurlijk wel een grens aan. Maar het is vaak ook een fysieke grens. Onze Nederlander, onder andere Menno Floon, is heel erg sterk. Kijk maar naar zijn bovenlichaam, want hij moet kunnen sprinten met de stok, maar hij moet hem uiteindelijk ook heel veel energie in de stok kunnen stoppen om uiteindelijk 5,90 te springen. Armand Duplantis, de wereldrecordhouder, die springt met een relatief zware stok, maar ook met een lange stok. Hij is zelf wat langer, maar hij kan daar heel goed mee omgaan. Dat kan niet iedereen. 6,21 meter, een dubbeldekker hoog. Hij heeft gezegd, ik heb in mijn tas een stok die ik nodig heb voor magische sprongen. Die kun je alleen maar buigen als je perfect uitkomt, als je perfecte snelheid hebt. Voor een wereldrecord. 6,21 meter. Duplantis! Ja hoor. Een bekende Zweedse uitdrukking is. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat is precies wat deze man doet. Pippi Langkous zei dit. Duplantis doet het. Keer op keer op keer op keer. Ik denk dat als we kijken naar atleten in de toekomst. Laten we bijvoorbeeld Erling Haaland nemen. Die is verschrikkelijk sterk. Ik denk dat als hij gaat trainen met zijn kracht, met zijn lengte, met een hele stijve stok, dat de katapult namelijk ineens heel bizar eruit ziet. Dat je een maximale buiging ziet in die hele zware en stijve stok en uiteindelijk pjoe, zo de lucht ingaat.
Nou, we zoeken dus naar de juiste combinatie tussen de lengte van de stok en ook de stijfheid van de stok. Maar natuurlijk ook naar de atleet die het ook daadwerkelijk kan omzetten. Maar ja, Haaland is met hele andere dingen bezig. Dus laten we gewoon een type Haaland nemen. Die dan met, nou, laten we zeggen, 6 meter stok, heel stijve stok, gaat springen en gaat trainen. Nou, dan weet ik zeker dat we een nieuwe wereldrecordhouder gaan krijgen. Wil jij nou ook weten of het wereldrecord tijdens dit WK ook verbroken wordt? Leg de lat nou niet te hoog voor jezelf. Plof lekker neer op de bank. En kijk dan het WK Atletiek bij de NOS.